Goedemiddag allemaal, het is net 10:50. Het is nu zondag 28 januari 2018. Kijk, dat is een hele mooie getal. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij mijn nieuwe vlog. En doe vooral alvast een blauw duimpje omhoog, dat zou ik onwijs leuk vinden. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Hi, kijk, hi. Hij is er ook weer. Ja. En wij gaan zometeen met z'n vieren, want die twee gaan ook mee, gaan wij dus naar een heel mooi landgoed. Landgoed Klingendaal. Landgoed Klingendaal. Oké. Huh? Wat in de buurt? Uurtje lopen of zo. Okay. Ja. Oké. Hij is nog moe. Dus we gaan zo meteen lekker lopen naar Klingendaal. Dus wij nemen jullie weer gezellig mee. Zo, we lopen weer gewoon lekker niet meer in landgoed Marlot, maar in landgoed Rijgersbergen. Ja, we gaan vanaf landgoed Rijgersbergen zometeen oversteken over de Rijksstraatweg. Zo noem ik het, maar oké, zo heet het niet. Maar maakt niet uit. Als onze weg maar een naam heeft, ja toch. Dan gaan we daar al langs het nieuwe ambassadegebouw. Ja, ook dat nog. Alleen daar mag ik dus niet filmen of wat dan ook, maar ik doe het wel. Ja, kom maar dames. En vanuit daar gaan we dus landgoed Klingendaal in. Ja, kijk, en de dames hebben heel veel plezier. Kijk. Ja, yeah. Daar hebben we Lady. Joepie, en daar hebben we Lovely. Daar hebben we een zwaan. Kom maar, Lovely, kom maar. Ben je mee? Ja. Goed zo. Zo, hier ligt ook een boom en hier ligt een boom half omver. Ja, dat is leuk. Hier ligt een boom om. Hier ligt hij er half om. Ja. Want deze was niet zo. Dus. En hier hebben ze dus weer een paardje erbij gemaakt. Om er dus omheen te kunnen gaan lopen. Maar dit is wel weer een leuke fotoshoot. Fotoshoot pad hier ook. Ja. Leuk om dit te onthouden. Zo, we zijn aangekomen op het landgoed Klingendaal. En. En Roderick die ziet wat. Even in beeld brengen voor jullie. Als het niet al te wazig wordt, ja. Kijk, wat was het? Een aalscholver. De wat? Een aalscholver. Een aalscholver? Een aalgolf. Ja, nou ja. Zoeken we wel weer op YouTube, op Google. En dan gaan we dus wel weer eventjes een dingetje van bouwen. Ja. Joe, scherp stellen. Nou, hij wil niet scherp stellen. Nu wel? Nee, nog niet. Nee, hij wil niet scherp stellen. Nee. Joe, nee, hij wil niet scherp stellen vandaag. Nee. Weer, oké, weer een heel stukje natuurgeweld. Want deze brug is gewoon kapot. Waar kunnen we? Alweer. Jij deelt maar gewoon zo meteen mijn visitekaartjes uit. Ja. Mooi. Kijk, een heel mooi stukje natuurgeweld. Kijk dan. Daar, hier, gewoon die hele brug is kapot hier ook. Wauw. Kijk dan, hier ook gelijk in actie van we willen los. Ja, zo meteen. Wauw. Gewoon een heel stuk natuurgeweld. Dat, en dat deze brug gewoon niet kapot is, hé. Gewoon dat je... En dat hij niet, gewoon niet helemaal zo kapot is. Dat is bijzonder. Ja, loop maar door. Niet te wachten op mij. Gewoon doorlopen. Kijk, en hij gaat visitekaartjes uitdelen zo. Ik heb gewoon personeel. Ja. Normaal, dan moest je hier al dus een zigzag bouwen. Ja. Mooi zigzag. Ja. Hi, kind. Kom maar. Ja, jullie mogen zo los. Ja, komt u maar. Ja. Australian Shepherd toevallig? Van dat ding. Ja, ik denk het, ja. Denk het. Ja. Lekkere kinders. Ja, ga lekker pissen. Goed zo. Zeg maar, ik mag het. Ik mag lekker, hoe heet dat? Wildplassen. Wildplassen, ja. Zo, boem, 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 boem. Joepie! Zo.
Waarom is het hier allemaal afgezet? Geen idee. Oeh, ja, maar dan zal ik daar wel even met mijn telefoon even gaan, mee gaan filmen. Oeh. Kijken of ik hem erop ga krijgen. Jawel. Oeh. Die is linkerzoep, ja. Hè? Ja. Mooi. Daarom heb je een hele grote afzetlint. Ja. Hé, kleine meid. Ja, ga maar kijken. Je doet je best maar. Hij valt toch nog niet om, hoor. Hij zit vast tegen die andere boom aan. Of hij kukelt in één keer zo, dat kan ook nog. Maar ik denk het niet, want hij gaat toch al die kant op. Dus hij neemt die andere boom mee. Dit hou je toch niet tegen met die honden. Daarom zeg ik al, hij leunt namelijk op en op die andere boom. Ah, dit is wel gaaf. Ja, gewoon een stukje natuurgeweld, maar daarom zeg ik al, honden hou je niet tegen. Hey, grote meid. Hey, kleine meid. Lovely. Hey, Messi. Lovely. Hey, kleine meid. Ja, dat is de camera, schat. Lady, kom. Kijk eens. Ja, dat is de camera, schat. Hi. Hey. Lady, kom. Hey, wat ben je braaf. Lady. Lady. Hey, kleine. Lekker even, hè, hier in Klingendaal, hè. Lekker, hè. Ja. Heb je nog visitekaartjes, of niet? Gewoon geven. Ik heb thuis toch nog wel genoeg, dus het scheelt. Ja, is leuk, hè, hondjes, hè. Ja, bedankt. Moet dat nou echt serieus, ja? Zo, en ik ben gewassen. Vind ik dat leuk? Nee. Maar oké, maakt niet uit. Heb ik er voor over, ja toch? Hey. Ja, nou wel. Lola, hey. Hey. Ja, dat is een cameraatje, schat. Dat is een cameraatje. Ja, je bent groter als Lola. Dat weet ik. Dat zie ik. Een mopzoontje zeker, of niet, hè? Of ja, niet? Ja. Hé, hey, schat. Hé, hey, jij bent lief. Jij bent mooi. Ja. Ja. Ik ga op jullie site. Kijk, ik doe ook fotografie, hè. Oké, top. Leuk. Maar de honden zijn ook erg leuk, hè. Nou, toen waren we dus in het Haagse Bos. Dus we hebben Mallot gehad, Klingendaal, Landgoed Oosterbeek en nou het Haagse Bos. En ze zijn nog steeds, nou ja, nog steeds. Nu weer los. Ja. En wij lopen er gewoon lekker gezellig achteraan, toch? Precies. Ja, precies. 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 Nou, en ja, precies. Ja. Ja, precies. Precies. Het waren met pruisjes. Of weer wat nee. Anders. Ja, privé. Ja. Huh? Ja, privacies. Ja. Hou dat ook maar. Kijk, want jij hield hem zo waarschijnlijk. Ja, maar zie je dat het verschil is qua. Als je hem zo houdt, ja. Nee, maar zie je het? Als ik dit doe, ja. Dan zie je het niet. Zo. Ja? Ja. Check. Maar goed zo. Ja, ik moest hem wat leren. Want de vlog die jullie al lang en breed hebben gezien. Ik zal hem even ook erbij doen. Ja, houdt hij dus de camera raar vast. En dat is niet fijn. Nee, en ook voor jullie niet. Nee. Nou, dan zijn we ergens heel dichtbij. Ja, zij loopt al lekker te zoeken en te trekken en te doen. Zij is lekker rustig. Maar, ik wil jullie wat anders laten zien. Huis Den Bosch, mensen. Dat is zo wat, en mijn buren. Ja, nou, dat, en dat zijn mijn buren. Huis Den Bosch.
Ja. In het Haagse Bos. Huis Den Bosch in het Haagse Bos. Hoe vind je die? Laat ik hem even lekker zien. Vind ik leuk. Grappig. Die hele koepel is er af. Nee joh. En die hele koepel is er niet vanaf. Moet je je... Ik wou net zeggen. Ik wou zeggen. En dan moet je je bril af doen, maar die had je al af. Maar ze maken een overdekking volgens mij. Even doorlopen, meisje. Even lekker doorlopen. Ja. Renovatie. Renovatie. Allemaal camera's hoor. Dus oeh. Ja, en dit mag ik filmen. Oh. Want ja. Als het nieuws het mag filmen, dan mogen wij het ook, toch? Ja. Kijk. Ja, dus en toen. Dat is mooi. Dit is het Haagse Bosch, ja hoor. Huis Den Bosch. Ja, Huis Den Bosch. Kleine, ga daar eens weg. Zo. Heel mooi landschapje hier. Hey, was jij er ook nog? Ja. Kijk, daar heel mooi water. En daar komen we vandaan. Joehoe. Daar komen we dus vandaan. Daar, ja. Daar zit een meneer. Zagrijnig te zijn. Oh. Volgens mij. Toch? Ja, hè? Ja, toch. Precies. Hij is even lekker met de telefoon bezig. Lady ligt daar. Lovely ligt daar. Draakje ligt hier en Speedy die ligt ergens anders. Ja, precies. Doe ik even die even zo. En ik ben lekker even aan het bakken. Lekker tataatjes. Lekker. Hebben we even zin in. Dus dat ga ik even lekker bakkelen. Ja. Het ziet toch lekker uit, mensen. Lekker toch. Ja, lekker een beetje bakken. Ja, ik heb er zin in. Ha, 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 ha. Joepie. Zo, nou eventjes twee spiegeleitjes. Gewoon spiegeleitjes hier. Want deze zijn gewoon nog heel. En dan nog een lekker tataartje. Die heeft Roderick ook hetzelfde wat ik heb. Maar nou ja, het... Een soort van, hè? Ja, dat ga ik nu eerst even eten en dan vanavond gewoon wat normaal eten. Ja, lekker. En vanavond koken met Karin. De special, iets met kip geloof ik. Kip met, hoe heet moet het? Moet je kijken en wat daarop garlic, staat. Garlic knoflook? Nee. Dijblokjes. Kip dijblokjes. Met knoflook en... Het is geen kip, het zijn dijblokjes. Dijblokjes, standaard kip. Geen idee. Oh jawel, het is ook kip, ja. Kip dijblokjes. Met knoflookkruiden. Blijft lekker staan, hoor. Je had hier een bloemkool, zag ik. Kijk, nou en ook licht. Ragout. Ragout uit de supermarkt. Ja, precies. En als je gaat filmen zo. Okay. Niet zo. Okay. Zo. Yes. En vandaag? Nee. Koken met Karin. Kipdijblokjes. Met knoflookkruiden. We hebben hier een mooie bloemkool staan. En ragout uit de supermarkt. Dus dat gaat weer iets bijzonders worden. Bij deze wil ik jullie weer onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Welke kant op, weet ik niet. Maar dat op en op dat blauwe duimpje klikken, hier onderin. Abonneer even op dat rode buttentje, abonneren. Als je dat al hebt gedaan, dan hoef je daar dus niks mee te doen. Op dat belletje klikken, want dan blijf je op de hoogte. En als je dat niet wilt doen, ook prima. Maar dan weet je wel. En dat ik dus, dan weet je dus niet dat ik dus elke dag een video heb. Maar dat weet je dus nu wel, omdat ik het heb gezegd. Ja. En
En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Oh ja, en nou, niet ook ja, dankjewel. Maar laat ook zeker een leuke reactie hieronder in de comment. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot mijn volgende vlog maar weer.